heeft best wel lang geduurd nog, dat je bij Sparta kwam. Er was al meer dan een week interesse. Ja, klopt. Het was een en al papierwerk. Die was gelukkig vandaag in de ochtend voor het laatst afgerond. En ja, het is natuurlijk ook fiscaal gezien, moeten ze daar goed op letten, Brighton en Sparta. En uiteindelijk is dat goed gekomen en nu ben ik hier. Ja, gelukkig voor 12 uur, dat betekent dat je kan spelen tegen Excelsior. Ben je ook fit genoeg of nog niet? Ik voor mezelf heb geen pijntjes, ik voel me fit genoeg. In de winterstop hadden we gewoon doorgetraind, dat is normaal in Engeland. En ja, ik heb niks te klagen, ik ben gewoon fit. Ook wedstrijd fit, omdat schijnt iets anders te zijn, toch? Ja, dat klopt. Nee, ik speelde gewoon mijn wedstrijden bij Brighton ook. En ik speelde daar ook gewoon elke wedstrijd 90 minuten. Laatste wedstrijd dat heeft misschien 2 weken geleden, maar voor zover ik weet ben ik wel gewoon fit. Op de trainingen voel ik dat ook, geen pijntjes. Een wedstrijd fit, dat moeten we nog zien, maar het ziet er positief uit. En dan kom je hier, dan weet je dat je weer herinnerd wordt met Fred Grim. Daar heb je mee samengewerkt bij Almere. Was dat ook de doorslag of een van de doorslaggevende factoren om naar Sparta te gaan? Ja, jawel. Als je nu kijkt naar de trainers die hier nu staan. Met alle drie, met advocaat en Fred Grim en Corpot. Fred Grim kende ik nog uit mijn periode van Almere, dus die heb ik ook veel gesproken. En voor mij was het gewoon om mezelf in de Eredivisie te proberen te bewijzen. En als het met deze trainers erbij zit, is het helemaal makkelijker voor mij. Wat mij verbaasde is dat toen je nog bij Almere zat, eigenlijk alleen vanuit de Eredivisie of top Eerste Divisie, alleen NEC geïnteresseerd was. Andere clubs niet, Sparta ook niet? Vorig jaar, ja klopt. Ik had een goed seizoen gedraaid vorig jaar. 18 goals geloof ik. Ja, 15 assists. Ik had wel verwacht dat er meer interesse zou komen. Maar ja, ze waren toch nog een beetje terughoudend. En ook qua transfersom was ook een drempel voor de meeste clubs. En uiteindelijk dacht ik van, dan ga ik misschien met de NEC wel in zee. Maar uiteindelijk kwam Brighton op de stoep en daar hoefde ik niet te lang over na te denken. Nee, prachtige kans. Aan de andere kant, niet te vroeg en een te grote stap of niet? Ja, dat is misschien wel zo. Maar ja, die ervaring die ik daar heb opgedaan in dat halfjaartje en wat je nodig hebt voor dat topniveau, daar kun je alleen maar van leren om in plaats daarvan bij Almere te blijven. Daar schiet je voor jezelf ook niet mee op. En wie weet draai je ook niet meer zo'n seizoen. Om daar met topvoetballers te zitten die echt van Chelsea en andere topploegen worden gehaald, dat is alleen maar goed voor mij. En daar heb ik alleen maar van geprofiteerd en ik heb daar totaal geen spijt van. Nee. Je wordt ook beter als je met die gasten traint. Ja, dat zeker ook. En ik had ook de intentie van, je komt van de GP League naar de Premier League. Ja, daar ga je niet vanuit dat je gaat spelen. En dat had ik ook zeker niet. Ik was alleen... Wist je van tevoren? Nee, maar daar ga ik wel vanuit. Want dan worden toppers gehaald voor 17 miljoen, 18 miljoen. Ja, zit jij daar tussen. Tussen al die spelers. En ik heb daarvan geprofiteerd. En mijn intentie was, als ik daar niet aan spelen toe kwam, om ergens te verhuurd worden in Nederland. Het liefst Eredivisie. En dat is nu gelukt. Ik las ook dat je soms een klein beetje last had van heimwee. Dat je vaak terugging naar Nederland. Nou, dan zit je nu al lekker dichtbij. Ja, dat viel op zich wel mee, maar op het begin... Dat was wel zo, toch? Ja, op het begin misschien zo, omdat je woont bij je ouders thuis, je bent druk te gewend. Als het dagje vrij was, dan ging ik gewoon met de vlucht. Dat was 45 minuten vanuit Londen naar Amsterdam. En ik woonde hier 20 minuten van Amsterdam, van Schiphol. Dat was zo gedaan, binnen 2 uurtjes was ik thuis. En na de training en dan in de avond weer terug die kant op. Daar werd je gehaald als linksbuiten. Ging ook goed bij Almere, was ook die positie van jou. In de jeugd speelde je liever als verdedigende middenvelder. Ik kan ook op 10. Voor welke positie kom je hier? Voor welke positie ik hier kom? Zoals je zegt, je kan op linksbuiten en op 10. En er kan misschien creativiteit gebruikt worden op het middenveld. En je kan op 10 uit de voeten, maar ook linksbuiten. Maar 10 zou wel een goede positie voor mij zijn. Dat is in principe de eerste insteek, ook tijdens die gesprekken, voor de teampositie. Ja. Ja. Omdat ze ook wel aardige buitenspelers hebben waarschijnlijk. Ja, klopt. Prima, en daar voel je je thuis op? Ja, zeker weten. Ik heb daar ook met Fred Grim gespeeld. En ik speelde ook linksbuiten, maar daarvoor kwam ik ook heel vaak naar binnen. Dus dan voel je ook een beetje als middenvelder. En gewoon een links hangend op 10, dat kan ik wel uit de voet. Ja. Destijds toen naar Brighton ging, toen zei je, dit is een stap die zo had moeten zijn volgens het geloof. Is dit de volgende stap die zo had moeten zijn? En waar leidt die toe? Ja, waar het er naartoe leidt. Ja, ik ben nu lekker terug bij mijn familie. En ik ben geweest in Engeland, ervaring opgedaan. En nu probeer ik hier van te profiteren. Om ook proberen in de Eredivisie nou te maken. En als dat lukt, is dat mooi meegenomen. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Alle vertrouwen in natuurlijk dat jullie je handhaven. Misschien niet rechtstreeks, maar dan wel via de na-competitie. Ja, als we maar in de Eredivisie blijven, als het rechtstreeks kan, is dat perfect. Als dat niet lukt, dan via de na-competitie. Ja, scheelt ook niet zoveel punten, 4, denk ik.
met de twee teams boven ons. Dus we moeten kijken wat we eruit kunnen halen. Ja, wel lastig, want je weet totaal niet welk niveau je moet verwachten, denk ik. Of heb je heel veel gekeken? Ik denk niet dat je in Brighton alle wedstrijden van Sparta hebt gekeken. Nee, eerlijk gezegd niet. Ik was laatst bij de wedstrijd tegen Vitesse op de tribune. Toen had ik het beetje kunnen zien, maar ja, dat is altijd moeilijk inschatten. En ja, ik heb nu al de eerste dag meegetraind, morgen weer. En dan zien we wel wat de pot schaft op zondag. Ja, ik ben benieuwd wat de pot schaft. Wat eet je graag? Wat ik graag eet? Ja, geef mij maar lasagne, dat zit wel goed. Nou, prima. En nu vrije vrijdagmiddag, op huizenjacht of ga je andere dingen doen? Ja, ik heb al een aantal mails gekregen om huizen te bekijken. En ik zal nog even met mijn broer kijken hoe we dat gaan doen. Oh, want dat is de zaakwaarnemer of ga je met hem samenwonen? Ik ben wel benieuwd. Nee, dat is mijn zaakwaarnemer. Oh. Ja. Okay, nou,